Vandaag in Het leven zoals het is, taxi, volgen we het wel en wee van de taxichauffeur. Roger is al 20 jaar taxichauffeur. Met zijn taxirijden is zijn leven. 20 jaar al, ja. En ik rijd zelfs niet eens geren met de auto. Dat is straf, hè. Maar het is allemaal begonnen met die film De Taxi Driver van Roberto De Niro. Van aan de graven. Vooral als hij zei... Heb je het tegen mij? Heb je het tegen mij? Tegen wie heb je het verdoen dan wel? Ik ben tegen mijn vrouw aan het praten. Hé, hey, godverdomme amateur! Rijdt dat met de velo, hé? Tegenwoordig is er heel wat minder job, hé. Heel wat minder, ik voel dat goed, hé. Ik weet wat dat wil zeggen, ik heb dat allemaal al meegemaakt. Het belangrijkste is dat je probeert om het verschil te maken, hé. Het verschil, hé, dat is de service. Service! Dat draait alles om, hè. Ja, lekker als dat je nu ziet, hè, dat madammeke van die zware valiezen bij je. Dan draag je als taxichauffeur die valiezen naar de auto. En je stikt die zelf in de koffer. En dan raden direct door. Dat is servies, hè? Mr. Cab Driver. Taxichauffeur is ook een internationaal beroep, hè? Je komt met alle soorten van mensen in aanraking. Ik heb dat allemaal meegemaakt. Ik ken ze allemaal, hè? Talenkennis is ook heel belangrijk, hè? Excuse me, could you take me to my hotel, please? Police? No, no. This is taxi. No police. Ik baas niet dat ze in een politieauto zitten hier. Ik kan natuurlijk niet alle talen kennen, hè. Voor dat die ruiskakker klapt, daar verstok ik geen lap van, hè. Dat is Chinees voor mij, hè. En de kat klapt de klallen van het lap. Je verstaat het dan niet, hè. Maar ja. En verstoot dat mij ook niet, hè? Waarschijnlijk naar een of ander meeneem-Chinese restaurant moeten. Nee, meneer. Naar het gebouw van de Europese gemeenschap graag. Service, dat wil ook zeggen dat je klanten moet kennen, hè? En gewoontes en gebruiken, waar dat je ze moet naartoe voeren. Ja, Etienne, van deze keer heb je schoenboekjes opgeschaard, hè? Wat is direct naar het Sunset Hotel? Roger, dat is wel mijn vrouw, hè? Dag, madame. En u is toch met de kinders? Allee, ja, die dat hebben bij u gemaakt, hè? Natuurlijk, wij taxichauffeurs, we hebben natuurlijk ook ons beroepsgeheim, hè? Alles wat wij over de klanten weten, dat blijft bij ons. Allee, pak naar die madame op de achterbank. Dat is dus wel een noer, hè? Dat is dus een noer, hè? Dat blijft onder ons. Wat dan niemand die... Kan niet direct komen oppikken, hè? Kan eerst die hoer naar huis voeren. Direct.